Ja, een hele goede morgen. Goed om elkaar weer te ontmoeten rondom een open Bijbel. We lezen vanmorgen nummer 11, de verzen 18 tot en met 25. Dat is een gedeelte waarin de Heere tot Mozes spreekt en waarin we ook iets zien van de manier waarop de geest van God werkzaam was in het Oude Testament. Dat is heel leerzaam in de aanloop naar Pinksteren toe, de uitstorting van de Heilige Geest. En ik hoop ook morgen en ook overmorgen een gedeelte te lezen vanuit het Oude Testament, die ons licht werpt op de uitstorting van de Geest in het Nieuwe Testament. We lezen in dit gedeelte wat de Heere tegen Mozes zegt, en tegen het volk moet U zeggen: Heilig u tegen morgen en u zult vlees eten. U hebt immers ten aanhoren van de Heere gejammerd. Wie zal ons vlees te eten geven? We hadden het zo goed in Egypte. Daarom zal de Heere u vlees geven, en u zult eten. U zult het niet één dag eten, geen twee dagen, geen vijf dagen, geen tien dagen en geen twintig dagen, maar tot een volle maand, totdat het u de neus uitkomt en u ervan walgt. Want u hebt de Heere, die in uw midden is, verworpen, en hebt voor zijn aangezicht gejammerd. Waarom zijn wij eigenlijk uit Egypte vertrokken? En Mozes zei. Dit volk in het midden waarvan ik verkeer bestaat uit 600.000 man te voet en u zegt ik zal hun vlees geven en ze, zullen ervan, en ze zullen er een volle maand van eten? Kunnen dan voor hen zoveel stuks kleinvee en runderen geslacht worden dat het voor hen genoeg zal zijn? Kunnen soms al de vissen van de zee voor hen verzameld worden dat het voor hen genoeg zal zijn? Maar de Heere zei tegen Mozes: Is de hand van de Heere te kort? Nu zult u zien of mijn woord werkelijkheid voor u zal worden of niet. Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de Heere tot het volk. En hij verzamelde zeventig mannen uit de oudste van het volk en stelde hen op rondom de tent. Toen daalde de Heere neer in de wolk en sprak tot hem. En hij zonderde een deel van de geest die op hem was. En droeg dat over op de zeventig mannen die oudsten, en het gebeurde toen de geest op hem rustte, dat zij op hen rusten, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Het volk jammert en klaagt bij Mozes. Ze krijgen elke dag manna van de Heere God, manna uit de hemel, maar ze hebben er genoeg van gekregen. Ze vragen zich af waarom zijn we eigenlijk uit Egypte vertrokken. Daar was het eten veel beter, daar was het eten veel gevarieerder. En op een gegeven moment wordt het klagen zo erg dat Mozes ermee naar de Heer gaat, omdat hij er geen raad meer mee weet. En de Heer vraagt, neem mij maar weg, dood mij maar, want dit volk lijden is mij te zwaar. Dan komt de Heer Mozes te hulp. En zegt Hij, Je moet zeventig familiehoofden afzonderen voor mij, en die mensen zullen jou gaan ondersteunen bij je taak. De Heere belooft, en ik citeer, dan zal ik neer, neerdalen en daar met u spreken, en van de Geest die op U is zal ik een deel afzonderen en op Hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat U die last niet zelf hoeft te dragen. Deze manier van spreken is tekenend van de manier van spreken door het oude testament over de heilige geest. De heilige geest werd gelegd op mensen die een belangrijke taak hadden, mensen die het volk moesten leiden, zoals koningen en richters. Maar ook Mozes is zo iemand. Hij was volgemaakt van de heilige geest. Hij profeteerde ook van de Here God. Hij werd Toegerust voor zijn taak om het volk leiding te kunnen geven. Van Saul, koning Saul, lezen we het ook: dat hij wordt toegerust door de Heilige Geest. en van de Heer alles krijgt wat nodig is. Van profeten lezen we het. En hier in Nummerie lezen we het ook van de 70 oudsten die Mozes gaan helpen. De Heer heeft gedaan wat hij beloofde. Hij heeft van de geest die lag op Mozes gelegd op die zeventig. Toen daalde de Heer neer in een wolk, we hebben het gelezen, en sprak met hem, dat is Mozes. En hij zonderde een deel van de geest die op hem was af en legde die op de zeventig mannen, die oudste. En dan volgen er opzienbarende dingen als dat gebeurt. En het gebeurde toen de geest op hen rustte dat ze profeteerden. Heel duidelijk kan een iedere, ieder van het volk zien dat de Heere God deze mannen gebruiken wil. Dat de Heere God deze mannen volmaakt van zijn heilige geest. En dan lees je iets wonderlijks. En daarna niet meer. Na een tijdje houdt het op. Als het volk gezien heeft dat deze mensen zijn volgemaakt door de Heere God, met zijn wijsheid, met zijn kracht, dan houdt het... Wat profeteren betreft, na een tijdje ook op. Dan is het bewijs geleverd. Het is heel duidelijk, dit kwam van de Here. Het is ook heel duidelijk dat het na een tijd ophoudt. En dit is misschien wel de meest duidelijke uitleg van hoe de Heilige Geest in het Oude Testament werkzaam was. In een enkeling, voor een tijdje, om toe te rusten, om Gods plan ten uitvoer te brengen. Maar nog niet beschikbaar als een bron die overvloeit. Nog niet beschikbaar voor een ieder. Laten we met elkaar bidden. Heere almachtige God en Vader, wij komen tot u om u hartelijk te danken. dat we deze dag van u krijgen. en we komen tot u om u te bidden. of u deze dag met ons wilt gaan. We bidden voor hen die net als Mozes hun handen vol hebben. ja, hun handen te vol hebben. Misschien aan een gezin dat te veel vraagt. Misschien aan een baas die te hoge eisen stelt. Misschien aan het werk in de kerk. Heren, u weet het. En we dragen hen alle aan u op. Wilt u hulp geven? Wilt u naar hen omzien? Wilt u de last verlichten? We bidden in het bijzonder voor hen die zichzelf een te hoge last opleggen. Die denken dat ze alles zelf moeten doen. Leer hen zien dat het niet van hen afhangt. Dat er misschien ook taken zijn die zij mogen loslaten. We bidden om bijstand door anderen die u aanstelt om hen bij te staan, Heer God. Dat is toch ook iets dat we u mogen vragen. We bidden voor de mensen die ziek zijn, we bidden voor de mensen die in spanning verkeren voor uitslagen die komen. We dragen ook hen aan u op. Ontferm u over deze wereld, deze wereld die in brand staat, figuurlijk gesproken, soms zelfs ook letterlijk in oorlogsgebieden. Heere, geef vrede. Heere, geef dat we veel van uw geest zullen mogen zien. Ook in onze eigen levens, ook in onze eigen kerk. We bidden het. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Een hele goede en gezegende dag toegewenst. En ik zou zeggen, tot morgen.